Dames en heren, Masters of the Universe! Ja! Vette funk! Dames en heren, welkom bij Tech Talk Late Night, aflevering nummer 8 alweer. Uw nodige dosis zware onderwerpen in de informatiesamenleving, met de nodige dosis rock'n'roll. Dat is wat wij doen. Vandaag gaan we het hebben over privacy, veiliginternetten.nl. Ja, en hoe kan het ook anders? We zitten midden in de landelijke campagne Alert Online. Nou, even een rondje doen. Wie is er allemaal bij een van de bijeenkomsten van Alert Online geweest? Maar hier zitten veel mensen. Nou, een derde. Misschien de helft. Nou, de mensen die niet zijn geweest. Het is niet van de overheid, het is ook niet van een bedrijf of een stichting. Nee, allemaal bij elkaar. Dat zijn iets van 140 partners. Waar wij er ook eentje van zijn. Die dus de hele week, of eigenlijk 10 dagen lang, alles op het gebied doen van cybersecurity. Nou, vorige week dinsdag hadden we dus de opening bij NWO, dus ook een van de partners. Samen met het Nationale Cybersecurity Center. Die heeft de vormgeving gedaan, heeft ook de website allemaal bij elkaar. Ik heb natuurlijk weer Ivo Opstelten. Die had de opening speech natuurlijk. En had nog een van de eerste gevallen van cybercrime in 1903. Dan hadden inderdaad jochies die hadden dan allerlei viezigheid via de Telegraaf verstuurd. Nou, hij kon het zich nog helemaal herinneren. Dat was fantastisch. Ja, vervolgens wordt hij natuurlijk door het Po-nieuws geïnterviewd en wist hij niet wat voor browser hij had. Allemaal hartstikke lullig, maar hij doet het toch maar wel. Hè? Ik bedoel, vergelijk dat dan met een donner die dan koketeert met zijn vulpen en gewoon helemaal niet online is. Hè? Dus de toon was gezet. Hè? Ze hadden ook nog een rapper erbij, ze hadden een leuk debat met Bart Jacobs, is hier ook geweest. Vervolgens gingen mensen in de landen van alles nog wat organiseren. Je had de Women in Cyber, er gingen allerlei scholen af om daar ook les te geven in cybersecurity. Je had een crypto party, er gingen allemaal cryptografen die gingen van alles zitten friemelen. Je had ook nog een cyber Halloween, dat was afgelopen vrijdag op Halloween natuurlijk. De Hague Security Delta kwam dan op bezoek. Er stonden allemaal pompoenen en heksen en dan met allemaal mannen met stropdassen, dat eigenlijk ook wel lachen. En wij hebben natuurlijk ook niet stilgezeten. We hadden bij KPN hadden we een zogenaamde Tech Talk Studio. En dan gaan we dus daar met de tafel, iedereen interviewen, nemen we ook op. Komt ook over 2 weken online. We moesten wel meteen weer weg, want ze kregen daarna een soort nationale rampenoefening. Dus met allerlei bedrijven en overheid. Weet je, er is een heel groot cyberincident, wat doen we dan? En hadden we s'avonds ook nog een cybersalsa. Zijn die KPN'ers? Ja, cybersalsa, dat was tof. Ja, ik kon er helaas niet bij zijn, maar ik kan me voorstellen hoe zo'n groep met cybersecurity mensen dan de salsa gaan dansen. Nou, binnen 140 partners heb je ook nog een paar hoofdpartners. Hè, Kennisnet, NWO, Nederlandse Betaalstichting, daar zullen we ongetwijfeld een paar vergeten. En ECP, hè, Platform voor de Informatiesamenleving. En dan denkt u van, waar kennen we die ook alweer van, als u vaste bezoeker bent van Tech Talk? Jawel, die hadden ook de eerste aflevering van Tech Talk Late Night gesteund. He, want zo doen wij dat, wat normaal in een congres plaatsvindt, dat brengen wij hier naar het paard van Troje. En onze partners leggen we dan in de watten om die moeilijke onderwerpen op een leuke manier aan het voetlicht te brengen. Nou, 2 jaar geleden, toen kwam de directeur hier, Arie van Bellen, en die zei aan het einde van de aflevering over het onderwerp privacy, zei dit volgende. En wat we eigenlijk proberen, is als we nou over een jaar hier weer staan, dan zou ik willen dat er betere wetten zijn, dat die beter gehandhaafd worden, dat de bedrijven nog een stap verder zijn om zelf hun verantwoordelijkheid te nemen. Zoals je bij TomTom en NS hoorde dat ze daar wel degelijk over hebben nagedacht, maar dat ze er ook goed communicatie over geven. Maar dat ook de burger zelf zich bewust is van wat er allemaal aan de hand is en ook stapjes zet. 3 dingen dus. Overheden moeten wat doen, regulering, goede voorlichting. Bedrijven moeten hun kansen pakken. Nou, daar gaan we dus straks ook met de grote telco's en kleine wifi-aanbieder gaan we met bedrijven praten. Wat die doen aan de privacy? En het allerbelangrijkste, die burger. Dat die kritisch is, maar dat die ook goed voorgelicht wordt. En daar hebben we dus veiliginternetten.nl voor in het leven geroepen. Dat zien we straks in de tweede helft. Maar in de eerste helft gaan we kijken van wat vindt die burger daar dan niet van de privacy? En wat doen bedrijven daarmee? Goed, en we gaan daarover praten met een aantal verschillende gasten. Maar we beginnen met een universitair docent internetrecht aan de Universiteit Leiden. Hij is ook partner van Consideratie, dat is een consultancy op het gebied van privacy en ICT. En hij is ook voorzitter van de expertgroep Privacy bij ECP. Dames en heren, mag ik een hartelijk applaus voor Bart Schermer. Welkom.
welkom. Dankjewel. Ja, ik ken hem, maar hij komt nooit naar mijn programma. Dus ik zei tegen hem van, nou, ik moet je eigenlijk op het podium vragen. Dan komt hij tenminste. Want hij heeft hartstikke druk. Hè, van zo'n bedrijf, dan moet hij heel veel organisaties adviseren hoe ze dat goed moeten doen met de privacy. Maar ja, ik ben van oorsprong jurist. Ja. Straks gaan we het hebben over het privacyonderzoek, wat de burgers ervan vinden. We gaan met bedrijven praten. Maar eerst die regulering. Hè, 2 jaar geleden stonden we hier, toen zei Arie van, dat die regulering nou eens een keertje goed op orde komt. Wat is in de afgelopen 2 jaar op dat gebied gebeurd? Ja, echt dingen waarvan je zegt, van, nou, dat maakt een echt verschil. Poeh, er is een hele hoop gebeurd. Wetten zijn er nog niet echt. We hebben ons in Nederland voornamelijk druk gemaakt over de cookiewet. Waarvan ik me afvraag of dat nou het grote dossier is op het gebied van privacy. Dan kijkt u die pop-upjes, accepteert u deze cookies? Zeg ja. De meeste mensen weten niet waarom. Meldplicht datalekken zou er aan moeten komen. Is nog veel over te doen. Maar het grote ding is natuurlijk, dat gebeurt in Europa. Dat is de privacyverordening. En dat werpt nu als een schaduw vooruit. Ook al duurt het misschien nog 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar voordat dat ding er is. Ik hoor er vaak dingen over in het nieuws, hè? Recht om vergeten te worden, hoge boetes, weet ik het wat allemaal. Ja, ja, ja. Maar er is dus eigenlijk nog niks gebeurd. Nou, er gebeurt natuurlijk wel een hele hoop in termen van het Europese Commissie heeft een voorstel gedaan, het Europese Parlement heeft daarmee ingestemd. Nu is het naar de Europese Raad, dus de regeringsleiders die gaan er nu naar kijken. Die zijn het natuurlijk weer helemaal niet eens met het Parlement en de Europese Commissie. Die zijn nog steeds niet klaar met erover nadenken. Verwachting is dat met een paar maanden gebeurd moet zijn. En dan moeten alle 3 die organisaties dus samen gaan onderhandelen over het definitieve stuk wetgeving. Ja. En dat duurt nog wel even. En zijn er ook bedrijven die zich ermee gaan bemoeien? Die nee, lopen bijna en zo? Niet. Dat gebeurt helemaal niet. Nee, dat doen ze dus niet in Europa. Ik denk dat je zeg maar, als je naar Schuman gaat, als je naar het Europees Parlement gaat en naar de Commissie en de Raad, daar staan tentenkampen vol met lobbyisten. Ja. Want dit is het meest belobbyde stuk wetgeving van de afgelopen jaren. Het verhaal is voor het stuk van het Europees Parlement 4000 amendementen. Nou, die 4000 amendementen? 4000 amendementen. Hoe groot is die tekst inmiddels? Kun je dat bevatten? Zo'n stapeltje papier. Okay. Zo'n stel, En er moet over gestemd worden? Daar is in het parlement is er over gestemd. Dus die zijn in eerste lezing die zijn akkoord. Dus die zijn tot op dit moment dan klaar. Maar ja, nog steeds bij de Europese Raad gebeurt er natuurlijk nog een hoop. Maar als je dat dan ziet, hè, want ik neem aan dat je dat allemaal gelezen hebt voor je werk. Maar het is misschien een beetje koffiedik kijken. Maar welke maatregels schat je nou het meest realistisch dat je zegt van, nou ja, dat gaat eigenlijk wel komen, weet je wel. Dat is onvermijdelijk. Nou, ik denk wat onvermijdelijk is dat we toch op een gegeven moment richting boetes gaan. Okay. Dus nu het verhaal van boetes tot 5% van de jaaromzet van een bedrijf. Nou, of dat het gaat worden, zeg maar, de wat ze noemen de Nelly Kroes-achtige boetes. Ja. Dat weet ik nog niet, maar in ieder geval, privacy is niet meer iets vrijblijvends. Tot op heden is het zo, in ieder geval in Nederland kun je alleen een last onder dwangsom krijgen van het CBP. Mm-hmm. Dus dat is grote foei niet doen. En dan zeg je als bedrijf of als overheid, sorry, we stoppen ermee, ik pas mijn gedrag aan en dan is het geregeld. Ik zal het nooit meer doen. In de toekomst kan dat dus gewoon in 1 keer zijn van pats, boem, boete. Ja. Ik denk dat dat wel een stok achter de deur is die gaat komen in wat voor vorm dan ook. Ja. Oké, okay. Ja, ik weet dat de mensen van het CBP in de zaal zitten. Normaal zeg ik, en zijn de mensen? Maar ja, ik ben natuurlijk CBP, dus die zullen nooit zeggen, ja, ik zit er ook. Maar ik weet dat jullie er zijn, dus ik les er vooral over mee. Gezellig. Hey, straks gaan we het publieksonderzoek behandelen, wat door ECP is uitgezet en door Centerdata is uitgevoerd. 500 mensen zijn ondervraagd over, vindt u privacy belangrijk? Wat doen mensen nou aan veiligheidsmaatregelen? Wie vertrouwen ze? Al dat soort vragen. Maar ja, zoals ze in de Tweede Kamer wel eens zeggen, wetenschap is ook maar een mening. Dus we zijn het zelf ook de mensen gaan vragen op straat. Hier op de Grote Markt. Wat vindt de Hagenees van privacy? Daar gaan we nu even naar kijken. Maakt u zich wel eens zorgen om uw privacy? Nee. Nee, niet, want ik heb het allemaal beveiligd. Ja? Ja. Maak je wel eens zorgen dat je gehackt wordt? Nee, niet echt. Nee, maar het zou wel kunnen. Ja, dank, het zou wel kunnen. Het zou kunnen, maar ik maak er niet echt zorgen over. Bent u wel eens bang om gehackt te worden? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Wat zou er kunnen gebeuren, denkt u? Dan gaat het om, misschien gaat mensen over mijn bankrekening, gaat zo is het, dat heb ik gehoord. Of wat belangrijk is voor mijn leven of zo, weet je. Of,
of iemand kan horen wat ik zeg tegen iemand via internet, via Viber of zo is het. Omdat ik heb gehoord dat... Jawel, ook, ja, er zijn ook programma's over of er is ook wel eens een hele goede film over geweest, een Nederlandse film. Dat je identiteit werd gestolen, vond ik een heel goede film. Ik denk dat je zonder dat je het weet daar veel gegevens overal rondcirkelen. Het cirkelt er ontzettend veel rond over je. Ik heb gelukkig geen Facebook. Eigenlijk ook wel een beetje bewust. Ja, je bent zo te traceren op allerlei sites. Je hoeft je naam maar in te tikken op Google. Dus ja, nee. Het heeft veel te maken met dat er veel meer apps gemaakt worden. En dat het wel makkelijk is om een app bijvoorbeeld aan te klikken. Zeker als je niet heel veel met computers te maken hebt, dan denk je van, oh, ik ga er even op kijken. En dan voor je het weet, deel je jouw persoonlijke gegevens met meerdere. Nou, ik denk dat dat wel best wel eng is, ja. Stel je voor, je hebt een eigen bedrijfje en je bent helemaal afhankelijk van wat jij met je computer doet. Ja. Nou ja, dat jouw gegevens worden misbruikt door... Ja, dat is het. En dat... Dat je dan zelf moet bewijzen dat jij dat niet bent geweest. Are you worried about your privacy? Yes and no, up to a certain point. When there is something that I'm really worried about, then I try to keep it not online, not on internet. What is your biggest fear, or according to you, the biggest risks online? Oh, let's say stealing your money. Somehow, because the rest of the privacy, it's not that I put very private things online, like photos or things that can be really private for me. So it's more related to my financial transactions that can be a very huge risk if they get into my accounts, let's say. Maak je wel eens zorgen om je privacy? Nee, eigenlijk niet. Maak je wel eens zorgen om je online veiligheid, dus dat je gehackt wordt of... Dat... Nee, ja, daar let ik toch wel op. Dat ik niet alles zomaar download en dat soort dingen. Dus ik let zeker wel op met die veiligheid. Hoe beveiligt u zelf uw computer, tablet en smartphone? Ik heb virus in scannen altijd, elke dag, zeg maar. En ik heb ook beveiliging in mijn internet. Ja? En hoe? Programma, ja. Weet u welk programma? Ja, ik kan ik niet meer herinneren, sorry. Ja, maar ik heb programma. Mijn kinderen heeft dat gedaan voor mij. Ja. Virus, software, dus, bijvoorbeeld AVG of zo. Dat is een goede volgens mij. Ik denk op die manier. Niet je e-mailadres overal opgeven. Ja, daar kan natuurlijk allemaal spam in zitten en zo. Ik doe niks, mijn vader doet het. Ja, bij mij ook, mijn ouders. Geen idee. Ik niet zelf. Ik heb zo'n programmaatje die beveiligt en die mij waarschuwt als er dingen zijn. Maar ik verander ook regelmatig mijn wachtwoord. Maar daar blijft het ongeveer wel bij, hoor. Goed, ja, het was best wel leuk om te doen trouwens, gewoon hier om de hoeken. Dat is dus de mening des volks. Het is niet echt representatief natuurlijk, een grote markt, maar het was wel leuk om te doen. Maar je hebt deze nog niet gezien, hè, van tevoren. Nee, maar nee. Wat is je eerste indruk? Ik denk dat er nog een hoop valt te alert online. Ja, want de ouderen zeggen ja, mijn kinderen doen dat. En die kinderen zeggen ja, mijn ouders doen dat. Dus uiteindelijk doet niemand het natuurlijk. Ja. Hè? Nou, wat ik wel grappig vond, het meisje dat in het begin zei, ik heb mijn privacy, ik heb het allemaal goed beveiligd. En toen werd er aan gevraagd, hoe heb je dat beveiligd? Zei, ja, dat hebben mijn ouders gedaan. Ja. Uiteindelijk doet niemand dat. Maar oké, dat hebben we natuurlijk ook wat wetenschappelijker gedaan. Centerdata heeft 500 mensen geïnterviewd, een hele batterij vragen. Misschien kunnen we even wat getalletjes laten zien. Ik jas gewoon wat percentages erin. Kom maar door. En als er iets in je opkomt waarvan je denkt van nou, ik wil er wat over roepen, dan doen we dat. De belangrijke vraag die je in het begin ook stelde aan deze mensen van, is het belangrijk dat persoonlijke informatie vertrouwelijk blijft? En dan zegt toch 86% van de Nederlanders die zegt, ja, ik vind dat belangrijk. En dus heb ik ook nog een groepje, nee, is niet belangrijk en ik weet niet. Dus nou, echt verreweg meerderheid. Maar ja, als je dan gaat vragen, wat doe je eraan? Wist u internetgeschiedenis? 44%, dat was dan nog de hoogste. Online profiel afschermen voor onbekenden, 38%. Hè, dus kunt dus eigenlijk op Facebook van 2/3 van de mensen kunt u dus alles zien. Dat is best wel leuk eigenlijk.
En cookies blokkeren, nou, dat doen we ook misschien een derde. Browser ingesteld op niet volgen, hè, kennen we bijvoorbeeld bij Google, incognito doe je dan. Slechts 7%. Ja, ze doen er niet echt wat aan. Hè. Ze vinden het belangrijk, maar ze doen niks. Ja. Nou, wat mij daar wel opvalt, is dat je ziet naarmate het wat technisch ingewikkelder wordt. De eerste is zeg maar een mening, ik vind het belangrijk. Nou, dan is het al vrij snel makkelijk gegeven. Ja, internetgeschiedenis, dat ziet iedereen wel voorbij komen. Maar naarmate je verder op de lijst naar beneden gaat, moet je iets meer verstand hebben van hoe je browser en hoe het internet werkt. En je ziet eigenlijk dat incognito browser, niet volgen, do not track. Geen idee wat het is. Maar dit is dus privacy, hè? Dus dat ze niet zien wat jij doet. Hè? Niet gênant is of dat soort dingen, maar doe een trapje hoog. Dan heb je het over veiligheid, hè? Dus dat ze er ook geen gekke dingen mee doen. En dan zie je toch wel iets meer activiteiten. Hè? Beveiligingssoftware, 65%. Je kunt ook zeggen 35%, dus niet. Wachtwoord, 62%. Dus iedere laptop die je pakt, heb je dus 1/3 kans dat je er gewoon in kan. Laat wachtwoord niet onthouden, 44%, dat is ook wel lastig. Beveiligd draadloos netwerk thuis, 47. En 19% gaat niet op de open wifi's. Hier hebben we normaal ook altijd open wifi. Maar ja, zoals ik zei, dat mag alleen niet meer van Wilma. Dus dat doen we dan niet meer. Maar dat is slechts 19% bij wie het echt tussen de oren zit. Nou ja, smartphone, tablet. Hè, dan kun je zeggen, nou, smartphone is nog intiemer. Maar ja, zo'n tablet is ook een beetje een feestpartij voor iedereen. Maar goed. De app die leegveegt naar verliest. Kent u dat? Ik zal hem straks wel even demonstreren als we komen bij veiliginternet.nl. Slechts 9% sluit apps af, 43% schakelt locatiefunctie uit, hè, dat je niet gevolgd wordt, 29%. En let ook op de rechten die een app geeft, slechts 1/3 doet dat. Nou, en dan komen we echt een beetje bij zo'n standaardvraag en u zelf zult hem waarschijnlijk ook precies hetzelfde beantwoorden. Leest u de privacyvoorwaarden van online diensten? Hè? Ze krijgen zo'n pop-up en dan vertellen ze dat je ze helemaal uitkleden. En als het wat misgaat, is je eigen schuld. Tenminste, als je het goed leest. 20% niet. 60% oppervlakkig. Dat is misschien ook een soort sociale wenselijkheid. Slechts 20% echt aandachtig. Hè? Die gaan hem echt lezen. De meeste mensen niet. Maar nou wordt het interessant. Heeft het je ook wel eens weerhouden iets te gebruiken? En er zegt toch 12% dat wel regelmatig is voorgekomen. Dus die hebben dat gelezen en die zeggen dan toch van nou, ik doe het niet. En 2/3 heeft het wel eens gedaan. Dat vind ik er eigenlijk best wel veel. Of niet? Ja, of best wel weinig. Hangt er vanaf wat zo'n app allemaal aan je vraagt natuurlijk. Ja. Wat mij juist opviel is dat er dus bijna niemand zich uiteindelijk door die privacyvoorwaarden laat weerhouden. Nee, dat is ook alweer zo, ja. Maar hoe komt dat nou? Is het van interesseer mensen niet? Of ja, hebben ze eigenlijk geen keuze? Er zijn een aantal theorieën over. En wat interessant is in de gedragseconomie zijn ze hier echt naar aan het kijken. Empirisch onderzoek naar aan het doen. Wij juristen vinden natuurlijk maar wat over privacyvoorwaarden. Maar wat je daar ziet is eigenlijk dat mensen hebben wat ze noemen begrensde rationaliteit. Ze kunnen maar een bepaalde hoeveelheid informatie opnemen en tot een bepaalde graad de consequenties overzien. Ja, dat heb ik ook altijd. Ja, dus als je die privacyvoorwaarden leest, ja, wat gebeurt er dan eigenlijk? Ja, uw apps worden met geselecteerd of uw gegevens worden met geselecteerde derden gedeeld. Is dat erg? Waarom is dat erg? Die schoenen van Zalando die zijn in de aanbieding. Uw gegevens kunnen door worden gegeven aan de overheid in verband met u en onze veiligheid. Ja, maar die schoenen van Zalando die staan er nog steeds. Ja. En dat is wat je ook ziet in die gedragseconomie, is dat mensen kiezen vaak voor het korte termijn geluk boven de langere termijn risico's. Ja. En om een idee te geven, misschien heeft u het onderzoek, het is al wat ouder wel eens gezien, als je alle privacyvoorwaarden zou lezen waarmee je dagelijks geconfronteerd wordt, dan ben je daar zo'n 200 uur mee bezig. Dus zeg, al uw vakantiedagen zou je dan besteden aan het lezen van privacyvoorwaarden. Ja. Leuk! Gaan we natuurlijk niet doen. Dus nee. Je scant het, je hebt een beetje een idee van een bedrijf en denk, nou, het is wel oké. Ja. En op, daar gaan de gegevens. Oké, ja. Dan komen we bij wat conclusies die de onderzoekers trokken op basis van data. En wat wel leuk was, we dachten van, ja, het is zo abstract, hè, data, ja, wie dan? Dus we hadden verschillende scenario's gemaakt. Dus bijvoorbeeld een parkeerapp, je parkeert ergens, mogen ze dat weten, dat je weet waar een plekje open is. En een trapje hoger, belastingdienst kijkt mee, mag dat dan wel of niet? Slimme televisie, hè? Wil je nog reclames die op maat zijn? Wil er nog een, wat was die derde ook alweer? Oeh, dat is een goeie. Nou, vervolg je maar weer. Nou ja, dat doet hij niet toe. Want wat dus bleek, we hadden dus heel verschillende scenario's bedacht.
En het maakt dus geen verschil. Weet je, als je kijkt naar de getallen en de soorten reacties, het was eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde idee van nou, ik wil niet dat ze verzamelen, maar ja, als er een klein voordeeltje of gemak tegenover is, dan is dat allemaal prima. Dus de conclusies van de onderzoekers was dus, wanneer men door het niet delen van persoonlijke gegevens een voordeel misloopt, je krijgt geen korting, trekt dat mensen over de streep. Maar daar komt het, en dat vond ik wel heel bijzonder, dat als je ze dus een hoge beloning geeft, dan trekken ze terug. Je krijgt gratis tv erbij. En dan hebben ze echt zoiets van, oeh, nou, dan zullen mijn persoonlijke gegevens wel heel veel waard zijn. Doe het om mij niet. Dus met die straatinterviews, ik had allemaal stapeltjes en briefjes van 5 klaar liggen. Ik denk van, als mensen niet willen, betaal ik ze gewoon. Maar die hebben helemaal niet hoeven gebruiken. Ik denk, als ik ze ga betalen, dan willen ze niet meer. En inderdaad, gratis vonden ze het leukst. Nou, dat scheelt weer. Nog zo'n conclusie. Mensen die relatief gemakkelijk persoonlijke informatie vrijgeven, hebben minder aandacht voor de privacyvoorwaarden en de diensten die zij gebruiken. Ja, dan kan je denken dat is een zichzelf bevestigende conclusie. Maar ze hebben de basisbeveiliging weer wel goed op orde. Dus mensen maken toch wel een verschil tussen veiligheid, hè, dus dat je spullen goed beveiligd zijn, en het vrijgeven van personen, die privacy. En dan gaan we nog een stukje verder. Die mensen die meer bereid zijn hun data vrij te geven, die hebben ook meer ervaring op het internet. Ze zijn ook vaak wat hoger opgeleid. En dan kan je heel bruut zeggen, ze zijn gewoon slimmer. Nee. Ze hebben meer ervaring, dus ze weten daar misschien ook mee om te gaan. En de mensen die echt meteen afketsen van ik wil dat niet, die gaan ook gewoon niet online. Herken je dat? Ja, kijk, ik denk op het moment dat je... Kijk, wat lastig is bij privacy en de bescherming van persoonsgegevens, als er iets mis is, direct een nadeel zie je vaak niet. Dat kan zijn dat het over een hele lange tijd pas gebeurt of in zijn geheel niet gebeurt. Dus ik denk de mensen die veel online zijn, en dat zijn over het algemeen de hoger opgeleide, die maken meer gebruik van internet, kopen meer online, et cetera. Die hebben het vaker gedaan en hebben dus ook vaker gemerkt dat er niet heel veel mis lijkt te gaan. Dus als er niet heel veel mis lijkt te gaan, ja, waarom zou je er dan nog zorgen om maken? Ja. Want blijkbaar gaat het wel goed. Ja. Oh ja, dat was het derde scenario, een online winkel. Een week op een bolachtig ding. Maar dat was dus ook gewoon hetzelfde kwam eruit. Dus bij een online winkel, een parkeerapp en smart tv, dat maakt allemaal niks uit. Nou, dat die hoogopgeleide en die jongeren, die dus wat meer internet ervaren, en met name de oudere vrouwen, die zijn bang voor privacy en die willen, hè, dat, net zoals in het filmpje zagen, geen Facebook hoor. Misschien dat ze dan een hele leven vervelende mannen achter zich aan hebben gehad, dat je dan wat privacybewust wordt of zo. Mijn moeder is ook een hele wijze vrouw, die doet het ook niet, dus misschien is dat het wel, dat ze gewoon slimmer en slimmer. Wijzer zijn. Ja, Oké, meer levenservaring is dat het. Nou, kortom, als we dat even heel bruut moeten samenvatten, ze vinden het allemaal heel belangrijk, privacy, maar gemak, dat is eigenlijk toch wel belangrijker. En dat merkt ook in die straatinterviews, van wanneer gaat het nou echt mis, we zijn er echt bang voor, dat mijn geld kost. Dus dat je bankrekening gehackt wordt, dat ze spullen gaan bestellen. Identiteitsdiefstal, ik weet niet of je gisteren kassa nog heeft gezien. Ja, daar zijn mensen echt bang voor. En dat ze iets zien, die vieze foto, dronken feestjes, ja, boeien. Dat dus de Nederlander. Nou, daar kunnen we straks nog eindeloos over doorkletsen. Heb je nog iets aan toe te voegen? Nee, het lijkt me volledig helder. In eerste instantie, het lijkt contra-intuïtief. Ik denk van, waarom zijn hoge opgeleide mensen blijkbaar volledig losbandig op internet? Dat maakt het allemaal niet uit. Ja. Maar als je dan gaat kijken van waarom dat zou kunnen zijn, ja, klinkt wel logisch in de oren. Ja. Okay. Niettemin hebben bedrijven daar natuurlijk mee te maken. Dus niet alleen regulering, maar die consumentenmening, die kan ook plots omslaan. Weet u nog bijvoorbeeld dat ING die wilde gewoon geanonimiseerde betaalgegevens gaan gebruiken? Nou, het huis was te klein, ze moest echt de hele PR-afdeling inschakelen om het weer goed te praten. Het kan zomaar omslaan. Dus bedrijven die zitten ook een beetje in die spagaat van consumenten willen gemak. En dat kan met als we meer van hen weten, maar je moet ook niet te ver gaan. Want dan slaat het door en dan krijg je wantrouwen. Nou, en over gemak en wantrouwen gaan we nu praten met 2 privacy officers. Dat is ook weer zoiets nieuws. Grote bedrijven moeten een privacy officer hebben. En van zeker niet de minste, van UPC en KPN. Dus dames en heren, mag ik een hartelijk applaus voor Evelien Soren en Rent Damming. Dankjewel. Voordat ik met jullie ga praten, ik ben een ontzettend waardeloze gast hier. Ik heb helemaal niks te drinken voor je. Kun je even een cola voor hem inschenken? Want Bart blijft dus de hele eerste helft bijstaan als mijn soort van juridische counterpart. Ik weet helemaal niks van wetgeving. Ik ben een socioloog die, nou ja goed. Hey,
tof dat jullie er zijn. Privacy officers, hè, grote bedrijven hebben dat tegenwoordig. Jullie zijn een beetje de luis in de pels. Als de innovatieafdeling of de businessafdeling iets leuks hebben, dan zeggen jullie, hey, maar wat gaan wij doen met de persoonsgegevens? Ja. Voordat we het erover gaan hebben, Alert Online. Hey, jullie zijn ook de hele week heel druk bezig geweest. Mm-hmm. Evelien, wat heb je allemaal gedaan deze week? Was een van de women in cyber die ook les ging geven? Dat soort dingen. Ik was wel mee. Inderdaad, UPC geeft safe en social lessen in het land op basisscholen. En daar hadden wij nu de link met de Women in Cybersecurity, die ook een bijdrage hebben geleverd. Zijn er Women in Cybersecurity hier? In de zaal? Ja, eentje daar. Hey, tof dat je er bent. Ja. Nou, dus ik was vorige week donderdag in Poeldijk. In het Westland. Nou, heb ik dat ook weer gezien. Het is erg leuk. Het is echt ook superleuk om te zien hoe enthousiast die kinderen zijn. En die willen eigenlijk alleen maar hun verhaal kwijt. Van, ja, mijn vader had ooit dit en dit. En dat je denkt, jouw vader vindt het vast niet leuk dat je dat hier nu vertelt. Maar ze doen het toch, dus dat is leuk. Nee, en vanochtend hadden we nog, ik had een workshop georganiseerd samen met onze security office van Liberty Global. Een security workshop over wifi spots voor studenten. En daar waren uiteindelijk 11 studenten. De helft die waren niet opkomen dagen vanwege hertentamens. Nou, dat gebeurt. En het is erg leuk. Dus, En daar leer je dan ook weer van, hè? Dan zie je hoe de consumenten er tegenaan kijken. Absoluut. Hey, Rens, hoe was jouw week? Ja, die was fantastisch. Ook een hele drukke week gehad. We hadden eigenlijk na de aftrap, de nationale aftrap, hadden we bij KPN ook een interne aftrap. Dus we hebben allemaal verschillende sprekers uitgenodigd van verschillende bedrijven uit verschillende sectoren. Juist ook om iedereen even te laten weten dat het niet alleen binnen ons eigen bedrijf speelt, maar ook gewoon in de buitenwereld. De rest van de week hebben we een hele leuke sessie georganiseerd. Nou, je noemde het net al even de cybersecurity oefening. De cybersalsa. Heb je nog meegedaan? Ik heb niet meegedaan. Ik was helaas die dag niet in de gelegenheid. Er moet ook nog gewerkt worden, ja. Maar collega's van mij, ja precies, moest ook gewerkt worden inderdaad. Maar dit is ook een stuk werken natuurlijk. En een hele interessante sessies, ook intern ook vooral. Met elkaar brainstormen over, wat betekent dat nou eigenlijk? Hè? Privacy ook in mijn vakgebied. Wat betekent privacy ten opzichte van social media nou? Hoe kun je bijvoorbeeld ook privacy omkeren en privacy als een kans zien? Ja. Het was een hele leuke, innoverende week. Okay. Ja, wat ook wel leuk was, vorige week dinsdag waren wij dus bij KPN, hè, daar gingen we ook opnames maken. Dan ga ik altijd een beetje googlen van wie krijg ik nou aan tafel. En toen vond ik bij Rens vond ik een wel heel leuk filmpje. Ik dacht, als dat iemand van de privacy is, dan wil ik dit wel even laten zien. Michiel, kun je misschien even opzetten? Het is uit 2000 hoor, dus excuses voor de slechte beeldkwaliteit. Top op of zo, wat was het? Ja, dit is Rens, dit is Rens. Okay. De handen van Rens dan. Hè. Ja, het is wel weer genoeg, oké. Okay. Nee, wat ik nou leuk vond aan hem. Hij is dus al, 15 jaar lang, hij heeft een soort eigen platenlabel. Dan maken ze allemaal van dit soort muziek, ook betere muziek hoor. Ik denk het is wel leuk om hem een beetje te pesten. Maar wat ik nou interessant vond, hij vertelde van hij wilde eigenlijk muzikant worden, maar dat verdient geen hol. Dus ik had een bijbaantje bij Telfort. En in het begin doe je gewoon allerlei klusjes. En gaandeweg kreeg hij steeds meer privacy-vraagstukken op zijn bord. Hè, dus er kwam op een gegeven moment het OM, die belde dan gewoon op. En die zeiden van, we hebben een bepaald postcodegebied in Amsterdam. En we willen een tap zetten op, wat was het, soms duizenden lijnen of zo? Ja, op een viercijferig postcodegebied. Maar in Amsterdam met een, die zendmast, die hebben een optimale rijkwijd van 35 kilometer. Ja. Als je echt al die zendmasten die kunnen aanstralen op een bepaalde omgeving pakt, dan heb je inderdaad duizenden, tienduizenden, misschien wel honderdduizend gebruikers. Ja. Ja. En dan zei hij wel eens, moet dat nou? En dan gingen ze echt dreigen. Van, kom eens met een busje langs hoor. Echt een beetje, Maar vanuit die rol, dan ging je van Telfort naar KPN. Of Telfort werd eigenlijk KPN, zal ik maar zeggen. En toen binnen KPN ben je een paar jaar geleden dus begonnen om de functie van privacy officer in te richten. Ja. Hoe ging dat? Nou, het was heel leuk. Het was heel nieuw. Ik had een heel beeld bij KPN. Ik zat daarvoor dus bij Telfort en het was een heel jong en levendig bedrijf. Iedereen liep niet in pak. Ik hoorde dat ik informeel moest komen, pas achteraf overigens. Maar, dus ik had een heel beeld bij oud staatsbedrijf, heel stoffig en zo. En daar ben ik eigenlijk helemaal van teruggekomen. Het is een heel dynamisch bedrijf. Het is een IT-onderneming eigenlijk. Ben ik nu gaan leren
leren ontdekken eigenlijk. Ja, je moest ergens beginnen. Dus ik ben eigenlijk maar gewoon begonnen met awareness. Ik ga iedereen maar eens gewoon vertellen. Nou, weet je wat? Ik dacht, ik ga iedereen eens vragen. Wat is nou eigenlijk privacy? Mm. Weten ze dat eigenlijk wel in dit bedrijf? Ja. En, hoe reageerden ze dan? Boeiend? Nou ja, wel enthousiast. Mensen waren eigenlijk wel heel enthousiast in tegenstelling tot mijn beeld van KPM. Maar iedereen was van, ja nee, ik weet wel wat het is. En dat is vooral dat Big Brother not watching you, dat is echt wel privacy. Maar ging het dan over wat de staat zou doen met jullie gegevens? Of ook wat KPN zelf doet met gegevens? Nee, dat was eigenlijk de volgende stap. Gingen we vervolgens kijken van, ja goed, wat is onze rol ten opzichte van het onderwerp privacy? En hoe zouden we ons eventueel willen positioneren ook in de markt, ook richting onze klanten? En wat is de samenhang tussen privacy en security? Dat zijn toch eigenlijk twee onlosmakelijke zaken. Het gaat samen, hè? Gaat zeker samen, ja, absoluut. Hé, hey, Evelien, hoe is dat bij jullie gegaan? Wat moet ik dan zeggen, de privacy officer bij UPC of eigenlijk bij Liberty Global? Hè? Dat is het grote bedrijf wat daarboven hangt. Hè? Die heeft van 25 miljoen abonnees of zo. Die geven ze allemaal kabel. Ja, 24 miljoen. Ja, met name in Europa. Wanneer kwam die functie daar, de privacy officer? Nou, ik ben er ook een beetje spontaan ingerold. En dat kwam inderdaad omdat Liberty Global vanuit hun Global Privacy Office een privacyprogramma ging uitrollen. Dat was echt heel strak neergezet. En dat werd gewoon in alle landen tegelijk, werden steeds delen uitgerold. En dat kwam zo op mijn bordje. En zo ben ik eigenlijk in het privacy officerschap, zeg maar, gerold. Ja. En nu heb ik het eigenlijk een beetje zoals Rens het bij KPN heeft gedaan, heb ik het binnen UPC ook opgezet, waar onder awareness echt een hele belangrijke is. Want zonder je medewerkers kan je het gewoon niet doen. Nee, hoe doe je dat dan? Je stuurt mailtjes rond van aware? Of ga je echt op projecten zitten? Wij hebben echt een heel trainingenprogramma geïntroduceerd. Dus echt de afdelingen die heel veel met klanten werken, die echt direct, die krijgen echt van mij classroom trainingen, zoals het allemaal mooi in het Engels bij ons gaat. Maar in het Nederlands hoor, want de meeste medewerkers die praten natuurlijk gewoon met Nederlandse klanten. Ja. En de privacy policy, intern, extern. Ja. En heel veel berichten. Ik heb een privacy champion programma opgezet. Oké. Binnen alle afdelingen contactpersonen eigenlijk aangewezen die mijn oren en ogen zijn binnen de organisatie. Want in mijn eentje zie ik natuurlijk echt niet alles wat er gebeurt. Ja, met hun input kom ik een heel eind. Je moet het ook echt leuk maken. Ja. Wij zijn ook echt op een gegeven moment met die awareness actie begonnen met het maken van films. Ja. Gewoon op mensen hun eigen werkplek, dus gewoon echt naast ze gaan zitten. Horen hoe ze klantgesprekken voeren en daar ook gewoon concrete voorbeelden uit naar voren te halen, die te verfilmen en dan het hele bedrijf te laten zien. Oh, dit is een helpdesk medewerker en die zegt, dan mag ik uw geboortedatum. Hoe weet je nou dat de klant die je nu spreekt de klant is? Hè? Hoe verifieer je dat nou bijvoorbeeld? Dat iemand zich voordoet als iemand anders. Ja. En dan zeg je dus tegen een helpdesk medewerker, kijk, dit kan dus een impersonator zijn, iemand die identiteit wil stelen. Nou, bijvoorbeeld, En ludieke acties, hè? Dus mensen in de val lokken. Dus een mailtje sturen door het bedrijf heen van jongens, klik hier op en je krijgt een extra personeelsaanbieding. En dan kijken hoeveel mensen daarop klikken. Ja. En dat dan vervolgens tijdens, dat doen wij overigens jaarlijks, doen we een week in het kader van privacy en security. Dus niet alleen maar alert online. Toevallig hebben we dat dit jaar gecombineerd. En dan laten we dat soort dingen dan zien. Ook de cijfers en de resultaten van hoeveel mensen daar dan ingetrapt hebben. Dat is wel heel grappig. Dat is wel heel erg confronterend. Vinden jullie ook nog leuk als jullie nee moeten verkopen? Moet je wel eens nee verkopen aan de marketingafdeling of aan HR of zo? Nou, ik vrees wel eens voor mijn leven. Zeg wel eens, oh, dan heb je die privacy bitch weer. Weet je wel, dat gevoel heb ik wel eens dat mensen hebben. Maar weet je, ik ben er om te helpen en te adviseren in hoe het wel kan. Ik bedoel, we werken allemaal uiteindelijk voor hetzelfde bedrijf waar we gewoon mooie, innovatieve, nieuwe producten voor onze klanten willen neerzetten. De vraag is inderdaad hoe groot je macht is. Hè? Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens een gesprek gehad met de privacy officer van de NS, Rachel Marbus. En die zei van, ik heb gewoon een rode knop, niet fysiek, maar figuurlijk. Dat is een noodrem. Een soort noodrem, inderdaad, zoals in de trein. Van als er dan een project komt, dan kan zij echt zeggen van nee, boom, dit gaat niet door. Ja. Kunnen jullie dat ook zeggen? Ja. Ik wel. Nou, we hebben geen rode knop, maar een charter, heet dat dan officieel. Een charter? Ja, een mandaat vanuit het bestuur om aan de noodrem te trekken. Ja. Oké, dan moet je ook niet te vaak doen, anders word je ontslagen. Als het vaak nodig is. Want als je het dan hebt over dat dilemma van laten we zeggen, 80% van de mensen gaat voor het gemak. Maar die 20% van de mensen die echt privacybewust is, die willen gewoon niet dat je te ver gaat daarin. Wat zijn nou concrete voorbeelden waarvan je zegt van ja, kijk, hier zouden we nou echt iets leuks kunnen doen voor die 80%. Maar we doen het niet om die 20% niet tegen de borst te stuiten. Heb je daar concrete voorbeelden van?
Beginnen? Ja, doe maar. Denk ik nog even na. Ja, nou ja, die van tevoren gesteld is. Nou zijn ze een beetje verlegen. Ja. Ja, misschien even te schetsen. Day in the life of a privacy officer. Okay, ja. Ja, dat er bij ons in het bedrijf werken heel veel mensen. Heel veel marketeers. Heel veel mensen die ook goede ideeën hebben. Productmanagers. En elke dag wordt er wel ongeveer iemand wakker. En die denkt van, hey, ik heb echt een briljant idee. We hebben echt onwijs veel data in dit bedrijf. Ja. Misschien wel heel veel data. En ik heb ergens op televisie gelezen dat data, dat is toch wel helemaal het nieuwe goud, zeg maar. Dus ja. Misschien moeten we daar iets mee gaan doen, zeg maar. En dan op een gegeven moment, dan roept iemand van, wacht even, volgens mij moet ik nog even bij die meneer van privacy checken. En dan gaat ineens het idee van die miljoenen, miljarden, wordt ineens nul. Ja, shit. omdat er ook allemaal wetten en regels. Maar ook, dat heb je natuurlijk ook bij andere bedrijven, je noemde net al even eentje. In de financiële sector, dat er gewoon een publieke opinie heerst over wat je met data wel en niet moet gaan doen. Ja. En ik geloof dat ondanks dat wij een commercieel bedrijf zijn, in de buitenwereld ook wel gezien worden als een soort van nutsbedrijf. Waar je gewoon... Een nutsbedrijf? Dus dat je zo belangrijk bent dat ja, dat je er basically niet omheen kunt. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor jullie, Liberty Global, heel groot. Die hadden vorig jaar een rapport uitgebracht, The Value of Digital Identity. Ja. En ik vond de opening wel mooi, van persoonsgegevens, en dan zeiden ze, that's the new currency. Dat verklaar je nader, het is het nieuwe geld. Dat heb ik niet verzonnen. Nee, dat snap ik. Maar ga jij dan stijgen dat je zegt van, hey jongens... Nou ja, het is wel iets waar je denk ik, waar we in de toekomst wel naartoe zouden kunnen gaan, maar dat moet je volgens mij opbouwen en op een rustige manier. En daarin heel erg, hoe zeg je dat, guiden. Hè? De mensen en ook echt vertellen van wat kun je ermee en wat zijn jouw gegevens waard? Want in die end bepaalt iemand dat naar mijn idee zelf. Ja. Okay. Dat rapport, ja, ik bedoel, je digitale identiteit is... best wel groot als je bekijkt wat je kan vinden van iemand. Hè? Ja, maar wat hebben jullie over mij, zal ik maar zeggen? Met wie ik bel, wanneer natuurlijk? We moeten natuurlijk onze diensten en producten leveren. Nou, daar hebben waar we bepaalde... Waar ik ben, dat weten jullie ook, toch? Bij mobiel natuurlijk, in die zin. Ja. Qua ik heb access for all, dus dan... Oh, oké, okay, ja. Ja. Nou ja, goed, we hebben natuurlijk je NAW, een gegevens over je aansluiting. Ja. En verwerken natuurlijk ook veel meer gegevens, maar die zijn ook allemaal streng gereguleerd. En daar doen we niks mee, die transporteren van A naar B. Okay. Ja, over dat vertrouwen hebben we trouwens ook even een paar straatinterviews gedaan. En ook in het onderzoek mensen de vraag gesteld van wie vertrouwt u nou het meeste met uw persoonsgegevens? De overheid of de bedrijven? Nou, u voelt me aankomen waarom ik dit nu doe. Even kijken wat de Nederlander daarvan vond. Als je gaat surfen of mobiel belt, kijk je natuurlijk allerlei organisaties mee, waar u bent, wat u doet en dat soort dingen. Wie vertrouwt u het meest eigenlijk met uw persoonsgegevens, de overheid of bedrijven? Moeilijke vraag. Ik denk bedrijven. Ja. En waarom? Ja, de overheid. Ik weet niet. De achterkamertjes politiek en zo. Ik vind dat een beetje... Nee. Jij? Ik weet het niet. Ik denk wel bedrijven, ja. Bedrijven. Vertrouwt bedrijven meer? Ja, tuurlijk. En waarom? Ik vertrouw in bedrijven meer dan gewoon normale mensen of zo. Ja. Bedrijven zijn weer normale mensen, de overheid niet. Nee, ik bedoel, ja, dat is bedrijf. Ja. Dat is bedrijf, anders, ik vertrouw het niet in. Nee. Weet ik niet. Ik weet niet of er verschil tussen zit. Nee? Ik denk... Ook niet dat er heel veel verschil tussen zit. De overheid moet het wel garanderen. Maar je ziet afgelopen week in het nieuws dat iemand zo makkelijk bij de gegevens van een aantal gemeenten kan komen. Dus I don't think it matters. I think they both run into the same risks. And sometimes maybe governments can be even more risky than businesses. But it really depends on... Ik heb zelf heel lang bij de overheid gewerkt. Dus dat wil niet zeggen dat ik ze nou onmiddellijk allemaal heb. Nee, ik denk niet dat ik daar een onderscheid tussen maak. Nee, nee. Meer in het algemeen. Nou, eigenlijk het meest op mezelf in dit geval. Nee. Okay. Dat was een mooie punchline. Ja. Dankjewel. Nou ja, is goed. Dit zijn natuurlijk wel mensen die in Den Haag wonen. Hè. Die hebben vooral heel veel last van de overheid. Nee, even serieus. In dat publieksonderzoek waren de getallen toch iets geruststellender voor de mensen van de overheid. Eigenlijk zag je dat in beide gevallen 60% wel vertrouwde dat de overheid en bedrijven gewoon goed met hun gegevens zouden omgaan.
Alleen de mensen die het niet vertrouwen, daarbij zag je dat bij bedrijven was het 6, zoveel. En bij de overheid 12. Dus het wantrouwen is naar de overheid groter dan naar het bedrijf. Nou, dat zullen jullie wel goed doen, hè? Ja, heel prettig. Ja. Ja, ik weet het niet. Ook heel belangrijk. Hey, maar over overheden gesproken, want kijk, Liberty Global, jullie hebben eigenlijk best wel een beetje een maffe positie als je kijkt naar de grenzen. Mm-hmm. Jullie zitten in Nederland als UPC, maar door heel Europa, eigenlijk de meeste landen in Europa, die zijn via jullie verbonden. Maar er zit ook nog een kantoortje in het Verenigd Koninkrijk en eentje in de Verenigde Staten. Ja. Betekent dat de VS en de hele NSA en weet ik of dat allemaal ook in jullie data kan? Of kunnen ze alleen in de data van... Ja, VS-burgers of zo? Nou, ons hoofdkantoor zit in Londen. En we hebben ook nog inderdaad een kantoor in Denver van Liberty Global. Maar die hebben geen toegang tot klantgegevens. Daar gaan dat is echt gewoon een mega directiekantoor op het hoogste niveau. Daar gaan geen data naartoe. Ja, oh, en binnen de EU is ze in principe... Dus er wordt wel in Europa opgeslagen? Ja. Okay. Ja, ons, zeg maar, het operationele hoofdkantoor van Liberty Global zit op Schiphol Rijk. Ja. En daar gebeurt het eigenlijk. Ja. Ja. En jullie zitten vooral in Nederland, België en Duitsland. Ja. Heb je dan nog verschillende regimes waar je onder valt? Want die Duitsers, die hebben het veel beter geregeld, hè, qua privacy, toch? Nou, onze Duitse dochter hebben we verkocht, dus... Oké. Ze is echt Nederlands. Daar kan ik heel kort over zijn, ja. Die hadden vroeger een strenger regime dan in Nederland. En ik kwam daar natuurlijk ook regelmatig. Daar hadden ze ook de verplichting om zelf een privacy officer aan te stellen. Ja. En ze gaf ook aan, zeker de laatste 2 jaar, van nou weet je, volgens mij is het in Nederland strenger nog dan bij ons. Hoe noemen ze daar een privacy officer? Een data shoots? Noemen ze dat daar? Okay. Ja, voor mij een data shoots gezagvoerder of iets dergelijks. Beantwoord. Je hebt ook iets vragen. Nou ja, ik was wel benieuwd of die verordening. Wat denken jullie ervan? Gaat jullie dat helpen, jullie werk? Wordt het makkelijker? Kun je duidelijker of intern, of moeilijker? Moeilijker? Ja, de toekomst is natuurlijk verzekerd als die data protectie officer verplicht wordt straks. Wat in ieder geval werk voor ons is, dat is natuurlijk heel positief. Nou ja, goed, ik denk dat wij zijn overigens best wel voor de verordening. Omdat zeker telecombedrijven in Nederland, die zijn gewoon behoorlijk streng gereguleerd. Voor ons zal het ook niet heel veel veranderingen met zich mee gaan brengen. Natuurlijk de meldplicht geldt al voor jullie, hè? Meldplicht aanverleggen. Telecombedrijven geldt dat al. Worden de cowboys ook een keer geregeld? Ja. Dus wat dat betreft zijn we wel in ieder geval vanuit KPN, voor een Europese privacyverordening. Oké, jullie ook? Ja, voor ons ook. En dat maakt het ook in die zin makkelijker, omdat we natuurlijk in heel Europa, een groot deel van Europa zijn uitgevoerd. Het maakt jullie werk in ieder geval interessanter en beter. Ja. De vraag is hoe of de andere collega's daar ook zo over denken. Maar als het dan eenmaal zover is, dan hoop ik jullie hier graag weer terug te zien. En dan hoor ik graag van jullie hoe het dan is gegaan. Oké. Okay. Hartelijk dank. Evelien Sauren en Rens Damming. Wil je nog wat drinken of moet je dan pissen? Ik sta nog goed, hoor. Ja, oké. Okay. Ja, de tweede helft gaan we pas aan het bier, oké? Prima. Oké, dan doen we dat. Nou, dit zijn dus de grote bedrijven. Hè. Bij elkaar hebben ze zo'n beetje, wat is het, meer dan 80% van de Nederlandse bevolking in hun database staan. Dan hebben we dus een privacy officer. We wilden ook graag de totaal andere kant van het spectrum laten zien. Namelijk een ondernemer die met wifi bezig is. En voordat we hem straks erbij vragen... er was ondertussen wel even iets vervelends gebeurd. Want die man die biedt dus gratis wifi aan. En hij deed dat via Facebook. Dus hij kreeg al een heel privacy gezeik over zich heen. Maar ik vond het tof dat hij hier zijn verhaal kon doen. Maar toen kregen we dus de campagne Alert Online. En daarin werd dus keihard gezegd. Ja, open wifi, dames en heren, moet het niet doen. Dat is gevaarlijk. Nou, toen dachten we, gaan eerst eens even kijken onder de Nederlandse bevolking of zij dat ook zo vinden. Maakt u wel eens gebruik van open wifi, bijvoorbeeld hier zo op de grote markt, dat je dan gratis kunt internetten? Ja. Maar niet op de momenten dat ik bijvoorbeeld aan het bankieren ben, en dat is dan via mijn mobiele telefoon. Dus daar doe ik helemaal geen dingen mee die ik op enige manier vertrouwelijk zijn. Oké, dus als u op een open wifi zit, dan doet u geen vertrouwelijke dingen? Nee, absoluut niet. Wel e-mail? Mijn WhatsAppen of even mijn post checken. Ja. Want bent u zich bewust van de gevaren van open wifi? Ja, natuurlijk. Wat zou er kunnen gebeuren volgens u? Nou, dan kunnen anderen op de momenten dat ik aan de gang ben natuurlijk kijken wat ik aan het doen ben. En dat lijkt me al ernstig genoeg. Gebruikt u wel eens open wifi, zoals we dat hier hebben? Ja, soms als ik wil het voorbeelden. Maar ik gebruik het niet zoveel. Als ik voorbeelden wil ik op WhatsApp schrijven voor mijn vrienden of zo. Of
of mijn vrouw in Egypte of iemand anders of vrienden of zo. Gebruik jij wel eens open wifi, zoals hier op de Grote Markt? Ja, soms wel ja. Maar ja, dat kan natuurlijk ook gevaarlijk zijn. Denk ik. Ja, waarom kan het gevaarlijk zijn volgens jou? Ja, er zullen vast wel slimme mensen zijn die er allemaal, ja, allemaal dingen in kunnen stoppen. Om zo toch jouw telefoon over te nemen of zo. Maar toch gebruik je het wel eens? Ja, ik gebruik er eigenlijk nog nooit over nagedacht. Nu pas eigenlijk, ja. Ja, ik maak eigenlijk bijna altijd alleen gebruik van de wifi, omdat ik geen internetabonnement heb. Nou, ik niet echt af en toe, als het echt nodig is, maar... Ben je bewust van de gevaren die daarbij kunnen optreden? Of? Nu ben ik wel heel benieuwd. Niet echt, nee. Nou, het zou kunnen dat ik een nep wifi opzet en dan al jouw verkeer kan zien. Dus dan kan ik bijvoorbeeld jouw Facebook-inlog overnemen of als je gaat internetbankieren, dat soort dingen. Ja, dat wist ik niet. Nee. Maak je nu zorgen? Ja, dat vind ik vrij heftig. Ja. En dan ga je het nu ook niet meer doen? Nou ja, ik weet niet hoe vaak dit voorkomt. Is dit echt iets wat vaak gebeurt of zo? Nou, het is nog niet zo lang bekend dat het kan. Maar nu het bekend is, zal het wel meer gebeuren. Ja, nee, ik vind het wel een beetje eng. Ja, ik heb er nog nooit van gehoord, dus dit wel. Ja, ik schrik er wel een beetje van. Ja, ik schrik er ook van. Ja. Maakt u wel eens gebruik van open wifi? Hè? Je kunt gratis internetten via de wifi van de Grote Markt. Doet u dat wel eens? Ik niet, want ik ook niet. Nee. Maar dat is ook dus totaal niet veilig. Nee, dat is niet veilig volgens u? Nee, dat is pas gisteren of wanneer? Van de week was dat toch ook weer in het nieuws. Al die wifi-netwerken is ook niet veilig. Ja, ik denk. Dus. Ja. Dat was dankzij deze campagne. Ja, okay. Ja. Nou, daarom doe ik het eigenlijk niet als ik iets wil weten. Dan, als ik een bakje koffie ga drinken, doe ik wel thuis. Ja. Dus ik hoef niet direct alles te weten of te delen. En dat is maar hoe je ermee omgaat. Maar ja, ik denk de jeugd, die doet niet anders, toch? Maar ja, ik weet niet of die er nou mee zitten. Ja, dan zijn we hier om dat uit te zoeken. Ja, oké. Okay. Dames. Die zijn wel slimmer dan wij misschien, dus... Ja. Die hebben ook minder angsten. Ik denk dat die er heel makkelijk juist mee zijn. Ik denk makkelijker en ik denk slimmer. Ik denk slimmer, ja. Ze zijn misschien slimmer qua internetgebruik, omdat ze het meer gebruiken. Maar ik denk niet dat ze voorzichtiger ermee zijn. Ze willen overal dat er juist wifi is. Ja, dat is misschien waar. Dat kan. Ja, ik zou willen dat er wat minder wifi was. Waarom? Eigenlijk. Ja, maar het is wel graag. Nou ja, ik weet niet... Die straling overal, ik weet ook niet of dat nou allemaal zo veilig is. Ja, ook de waar is er nou tegenwoordig geen wifi? Ieder vakantieadres is er ook alweer wifi. Voor mij hoeft dat niet. I never use wireless somewhere, like open network, because I know that's really easy to get into it. Even though my way of using with the phone is still not secure enough, I believe. So you don't use open networks. Here's open wifi on the Grote Markt. You don't use it? I try not to, and if I use it, I never log in into pages when I need to put my password on, because I know that can be seen, let's say. Goed, dat weerspiegelt ook wel een beetje het onderzoek. Ja, de verantwoordelijke vijftigers, hè? Dat, ja. Ja, maar ja, ze gebruikt er toch geen wifi, dus dat maakt er dan weer niet waarschijnlijk uit. Gebruikt de man te veel wifi, ook op vakantie, als ik het zo hoor. Oh ja, schat, wat zit je nou weer te doen? Ja. Dus, u kunt hier de wifi gebruiken, maar u moet er vooral niets mee doen. Dat is eigenlijk de boodschap wat we hier te horen hebben gekregen. Goed, jonge ondernemers, ik ben er dol op. Hè? Mensen die gewoon een start-up, gewoon met een wild idee, die gaan de markt op en die denken, hartstikke idee, we zien wel waar we komen. Dit is dus de directeur van City Wireless. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Nico Tammers. Nico, welkom. Wat een reclamespot. Ja, oké, nou, je mag hem gebruiken hoor. Het is allemaal Creative Commons. City Wireless, dames en heren, gebruik het allemaal, gratis. Veilig. Hey, ja, Nico, 2,5 jaar geleden stond je samen met je partner Martin Schut op een congres hier in Den Haag. En er was dan de wethouder, Baldessing, die riep dan op van, en dat was het Telecom Den Haag congres. Jongens, doe eens wat leuks met open wifi. Nou, toen dacht jij van, ik ga ermee beginnen. En dan had hij een briljant businessmodel bedacht, hè, want moet natuurlijk ergens van betaald worden.
zeiden ze van, je logt in met je Facebook-account. En dan kunnen de mensen bijvoorbeeld hier op de Grote Markt, je kunnen zien wie komt hier nou allemaal. En dan kun je reclame sturen en dat soort dingen. Nou, hartstikke leuk plan natuurlijk. Dat was het overigens opt-in. Je kon dan zelf kiezen of je dat deed of niet. Dus 85% deed dat niet. Maar ja, wat gebeurde er vervolgens? 9 oktober schreef Webwereld, altijd kritisch. Gemeente Utrecht koopt Facebook-profielen burgers. En die hadden dus een tekst van jullie site gehaald. En die luidde als volgt. In ruil voor de gegevens van de Facebook-profiel kunnen klanten gebruik maken van uw wifi-internetservice. Dus het zou zijn alsof u hier bij het paard, u logt dan in, maar dan graag wel met Facebook. Met onze oplossing weet je wie gebruik maakt van de internetverbinding. Je weet zijn of haar naam, woonplaats, geslacht, leeftijdsgroep en mailadres. Je wifi-internetservice is veranderd in een enorm interessante marketingtool. Ja, transparant, hè? Ja, dat artikel sloeg in als een bom. Hoe heb je dat ervaren? Want jullie hebben dat opgezet. Jullie kregen geloof ik ook een ton van de gemeente Utrecht. We hebben een aanbesteding gewonnen. Ja, ik moet zeggen, we zijn begonnen ooit in Den Haag. Inderdaad op voorspraak van de wethouder die een droom had om gratis wifi in heel Den Haag te voorzien. Met allerlei verschillende toepassingen daar overigens op. En dat heeft uiteindelijk geleid dat wij in die business gestapt zijn. En we hebben heel goed gekeken naar wat gaat deze business doen. En het is niet zo dat wij in de gratis wifi business zitten. Nee. Maar wij zitten in het mobiele data in de openbare ruimte. En hoe kan je daar nou toegevoegde waarde aan leveren voor de ondernemers? Ja. Nou, er zijn verschillende bedrijven in het veld actief met verschillende businessmodellen. Eén model is dat je inderdaad mensen gaat bestoken met advertenties. Ja. Nou, ik denk niet dat dat een heel succesvol gaat worden. Maar wat wij leveren is, wij leveren een marketingtool waarbij de ondernemers, wat onze opdrachtgevers ook zijn samen met de gemeentes, om in contact te treden met mensen die in die straat lopen, om te achterhalen, wat kom je daar doen, waarom ben je hier, hoe kunnen we jouw beleving hier in dit gebied verrijken, door misschien ook digitale displays of andere items in te zetten. Ja. En daarbij is Facebook op dit moment gewoon algemeen geaccepteerd de beste methode om mensen met één druk op de knop geauthenticeerd in te laten loggen. Ja, maar dat is dus heel erg bedacht vanuit die ondernemers op zo'n locatie. Maar toen stond ik in de krant ineens. Ja, maar hoe kwam je op het idee om Facebook daarvoor te gebruiken? Er waren wat andere bedrijven, hebben natuurlijk goed gekeken, want wifi bestaat al een jaartje of 20. De eerste hype van wifi was geënt op laptops. En dat was dan gericht op de mobiele salespersoon die dan bij het tankstation nog even kon internetten. Mm-hmm. Nou, eigenlijk is met de opkomst van de smartphone het mobiele gebruik in winkelstraten en in stedelijke gebieden heel erg toegenomen. Mm-hmm. En daardoor wil je, als je waarde wil ontlokken daaraan, wil je dus weten van wie dat is en wat mensen daar komen doen. En dan moet je dus mensen verlokken om gegevens prijs te geven. Ja. Nou, dat kan je doen door ze, voordat ze aanloggen, een heel profiel te laten aanmaken. Er zijn bedrijven geweest die dat gedaan hebben. Dan moet je voordat je aanlogt, op dat kleine schermpje, moet je alles in gaan zitten vullen wat je voorkeuren zijn. Nou, dat is lastig, dat heeft ook niet gewerkt. Nee. Terwijl Facebook heeft daar een heel authenticatieprotocol voor gemaakt, wat je gewoon kan gebruiken en in jouw apps kan ontwerpen. Dan hebben de mensen de enquête eigenlijk al ingevuld, alles te liken. Ja, dus alles staat er al in. Mensen kunnen daar zelf in aangeven wat ze aan zetten. Hè. Dus als jij Pietje Puk heet uit de Pietje Pukstraat, dan ben jij Pietje Puk. Ja. Weet je, dat is voor de rest ook helemaal niet boeiend of dat klopt of niet. Maar dan is het meest makkelijke manier om met één druk op de knop gewoon mensen die geauthenticeerd willen zijn. En waarom ze dat doen is weer een andere vraag. Maar dat is de makkelijkste manier om die gegevens te vinden. Even die juridische toets. Mag dat? Dat wilde ik graag. Hoe transparant is het voor de consument? Wat hebben jullie daar aan teksten? Bijvoorbeeld zeg je, als u hier inlogt, dan gaan wij uw gegevens daarvoor gebruiken? Of is dat alleen bekend? Nee. Wij leveren wifi in de openbare ruimte. Nou, we zijn dus een officieel geregistreerde telecomaanbieder. En wij voldoen aan de telecomwetgeving in de openbare ruimte. Dus als je dat in een cafeetje doet of hier, hoef je daar niet aan te houden. Maar als je in de openbare ruimte, zijn wij gewoon een internetaanbieder. Dus we hebben alle regels en aftapverplichtingen en continuïteits- en meldplicht en zorgplicht. Daar voldoen we allemaal aan. Dus, en je hebt ook, op het moment dat je onze dienst even tijdelijk gebruikt, moeten wij de gebruiksvoorwaarden presenteren. Nou, dat doe je dus via een inlogscherm. En daar hebben wij gebruiksvoorwaarden en privacy statement staat daarop. En als je dan, ik geloof dat we zijn inmiddels 2 miljoen keer gebruikt, ons netwerk. En er zijn 3 personen geweest die mijn privacy statement hebben aangeklikt. Dus die gegevens die jij... Überhaupt hebben aangeklikt. 3 van de 2 miljoen. 3 van de 2 miljoen. Een goede score, hè, als je bedrijfstechnisch kijkt. Dus wat dat betreft schrok ik een beetje van die getallen. Dus ik moet die server even wat uit gaan breiden als inderdaad echt
40% van de mensen gaat doen. Maar daar staat gewoon heel netjes in. Als je, je kan anoniem aanloggen. Dan loggen we alleen maar tijdens de sessie je MAC-adres. Omdat we verplicht zijn volgens de telecomwet om dat te doen. Die moet ik 6 maanden bewaren en dan gooi ik hem weg. En als jij met Facebook aanlogt, dan heb ik je openbare Facebook-gegevens. Nou, dit is dat rijtje wat je net opnoemde. En die kan ik meegeven aan mijn opdrachtgever op die locatie. Hmm. En die kan dat dan gebruiken om jou te laten liken, in te checken of een review te laten schrijven. Ja, want de andere kant van het verhaal, hè, die 50% die dan wel via Facebook gaan inloggen. Heb je daar een beetje onderzoek gedaan of die mensen het leuk vinden? Of ze daar wat aan hebben? Wat vinden ze daarvan? Of doen ze het ook uit gemak? Dus zo wel. Nou, we hebben zeg maar grosso modo over ons hele netwerk logt. Hè, we hebben altijd anoniem is 85%, met Facebook gemiddeld 15%. Afhankelijk van of er een event is of daar daadwerkelijk offline ook reclame voor gemaakt wordt, is dat soms wat meer. Maar dan moet echt offline log nu in met Facebook staan, want dan gaan mensen dat iets meer gebruiken. Op een festival of zo. Op een festival of als hier op het Grote Markt een leuke activiteit is, ja. En er wordt extra aandacht aan gegeven. En mensen doen dat eigenlijk uit gemak of uit interesse of wat, hè, ze zien dat gewoonte. Staan. Uit gewoonte. Ja, het Facebook login wordt, ik denk, door 60.000 sites gebruikt inmiddels als authenticatiemiddel. Ja. En mensen vinden dat dan prettig. Hebben jullie wel eens mensen gehad die nadat ze gedaan en naar jullie toe kwamen van hoe weten zij mijn gegevens, hoe weten ze dat ik daar was? Of die 3 lui die de privacyvoorwaarden hebben gelezen en dat was het ook? Dat was ik, dus, jij en... Nee. Nee, maar eigenlijk, weet je, op mijn site staat ook gewoon, als je wil weten wat ik van je opsla, dan kan je me een mail sturen en staan mijn adresgegevens op. En ik heb hebben ze dat mensen dat ooit gedaan? Nou, totdat, ik ben 2,5 jaar onder de radarscherm geweest, dat viel nu, prima. Nu door webwereld. Totdat ik ineens een webwereld stond en 30 journalisten aan de lijn had, ja. Waar ik na 5 minuten gesprek ook van die 30, 28 overtuigd had dat er helemaal niks aan de hand was. Het was geen nieuws, het was niet Het was geen nieuws, dus dat was wel jammer, want die hebben ook niks weer teruggeplaatst. Gelukkig heeft RTV Utrecht en Omroep West nog een reactie opgeschreven, dus ja. Wat dat betreft was dat wel weer prettig. En ik heb vorige week ook met de aanstichter van het verhaal, hè, dat was een GroenLinks-raadslid in Utrecht, heb ik even een kop koffie mee gedronken en even laten zien wat we deden. Ja. En die vroeg ook, ja, maar wat doet de gemeente dan met die gegevens? Ik zeg maar, niks. Wat heeft de gemeente aan 10.000 Facebook-profielen openbaar? Ja. Ja. En die zegt van, ja, maar je kan het verkopen. Ik zeg van, nou, als je een koper voor me weet, wie geïnteresseerd is in 10.000 Facebook-gegevens die op Facebook al staan. Ja. Weet je, dus wat dat betreft is ook het hele privacy en het... He, op het moment dat het in het nieuws staat, zie je ook dat mensen helemaal door gaan schieten. Het is emotie. Het is emotie, maar eigenlijk, weet je, wat is nou privacy? Ja, als jij zelf kan controleren wat die gegevens zijn en of jij dat inzet of niet, en, ja. Ja, dan is je privacy gewoon gewaarborgd. Nou, waar je mij mee overtuigt is dat opt-in is. Hè? Dat is eigenlijk de fundamentele discussie. Ja. Als het opt-out is, hè, van je krijgt alleen wifi als je inlogt met Facebook en dat je heel erg ver moet zoeken en dat je dan wat uit kan zetten, dan wordt het naar. Nee, maar die zijn er ook heel veel. Hè? Dus in zo wifi of social wifi of freefi of wifi in de horeca of social wifi. Door naar de concurrenten. Maar voor een individuele horecazaak biedt dat ook waarde. Ja, hè? Want die man, toevallig heb ik in Utrecht vandaag weer 30 gesproken en die zit heel erg van, ja, maar je gebruikt wel mijn internetverbinding, daar wil ik wat voor terug. Ja. Ja, dus in zo'n zaak kan ik me dat heel goed voorstellen. Ja, maar als jij op straat loopt of hier op de Grote Marktstraat, ja, dan heeft dat helemaal geen toegevoegde waarde om dat goed te achterhalen. Privacy covered. Nou security. Hè? Ja, die is lastiger. Want van de week, ik zag ook in het filmpje dat die mevrouw zei, ja, was van de week op televisie. Hè? Dat is ook een van de dingen in de campagne. Journalisten halen graag concrete dingen uit. Als je bij een open wifi... Je betaalt dingen en zo, dan loop je dus het risico dat er iemand tussen gaat zitten. We hebben hier bij de eerste aflevering van TikTok hebben we dat ook live gedaan. Dan kon je zien wat iedereen hier zat te doen. Brenno de Winter die had een nep hotspot opgezet, lachen. Wat moet jij er nou mee? Daar gaat je businessmodel. Open wifi is gevaarlijk. En als de campagne slaagt, en we bereiken meer mensen dan alleen die mevrouw die er toch niet op zat. Maar bijvoorbeeld ook die jonge meiden die eerst dachten van is niet gevaarlijk. Dat kun je wel inpakken. Nou, laat ik het zo zeggen. Kijk, de hele keten van gebruik van wifi heeft zeg maar, je hebt een gebruiker, je hebt zeg maar een provider, er zit dan een internetdienstverlener tussen en je hebt een dienst online. En een paar jaar geleden was het nog zo dat Facebook was zeg maar een onbeschermde, geen HTTPS-site, waar je op in moest loggen. En dan kon je dus inderdaad gewoon uit het pakketjes uit de lucht plukken en dan kon je gewoon, zonder dat je daar enige hackingkennis van nodig had, kon je gewoon zien en dat account overnemen. Ja. Nou, dus je ziet aan die dienstenleveranciers, die hebben zeg maar langzamerhand hebben die hun zaakjes op orde gekregen dat het in ieder geval een HTTPS-site worden, waardoor de versleuteling al plaatsvindt. Nou, dus zeg maar, in die stuk van de keten is al aardig wat gebeurd.
Alleen wifi aan zich, de techniek wifi, zeg maar het straalzendertje, het verbindingje tussen de zender en de ontvanger op je telefoon, dat is een onversleutelde verbinding. Ja. En dat zijn gewoon datapakketjes die je eruit kan halen. Dus je moet zorgen dat het op sessieniveau, dat je dat gaat beveiligen. En de enige die dat het beste kan doen, is de eindgebruiker zelf. Ja. En wat moet je doen dan? Nou, heel simpel. Je hebt gewoon een VPN-appje wat je kan downloaden. Virtual Private Network. Ik heb dat ook aanstaan. Dan kan je ook precies zien hoeveel pogingen er onderbroken worden om jouw gegevens te achterhalen. Maar als jij een VPN-appje downloadt en die heb je gewoon automatisch aanstaan als jij wifi gebruikt. Ja. Dan wordt er een tunnel gelegd naar een server ergens. Ja. En dan is dat een versleutelde verbinding. Ja, even checken, want we hebben hier wel goed opgeleid publiek. Wie gebruikt VPN op zijn mobiel? Dat is nog veel te weinig. Oké. Okay. Straks in de pauze, leg aan de mensen voor of achter je uit hoe dat werkt. En hoe je dat moet aanvragen. En vooral hoe je dat gratis kan doen. Want dat is natuurlijk. Nee, maar dat is dus. Hè, dus dat is ook een van de redenen dat ik hier ben. Dus wat dat betreft wordt het nu heel erg zwart-wit gezet. Dus gebruik het maar niet. Ja. Ik denk dat dat. Hè, wat kunnen jullie dan nog doen? Laat ik het zo zeggen. Nou, ik zit zelf in voorlichting. Hè. Ik ben in Utrecht, heb ik die aanbesteding gewonnen. Daar gaan we dus. Eind van het jaar gaan we daarin live. En ik ben nu bezig met verschillende VPN. App-leveranciers, die gaan dan 5000 apps bij de lancering gratis ter beschikking stellen aan de eerste 5000 gebruikers die dat netwerk veilig willen gebruiken. Dus ik ga mijn rol pakken, dus op mijn netwerken ga ik extra aandacht geven aan gebruikers van joh, ja. Als je het zeker wil weten dat het veilig is, heb je ook zelf een verantwoordelijkheid. Maar daar kan je dan ook positief mee onderscheiden ten opzichte van... Dat is voor mij een USP, maar zo vind ik... Dat moet werken. En dat geldt niet voor mij als klein bedrijf, maar ook voor andere bedrijven. Ik vind dus, en dat is net iets wat ik in het Alert Online en het Veiligheid net mis, dat het heel erg gezegd van ja, dus gebruik niet. Terwijl ik liever zou hebben van, voed de mensen op. Gebruik het goed. Gebruik het goed ja. En ken je eigen verantwoordelijkheid. Want uiteindelijk, doen we de deur op slot thuis, we doen zelf de auto dicht. We zorgen zelf dat het gasfornuis uit is als we met vakantie gaan. Dus... Mensen uitleggen dat het eigenlijk helemaal niet moeilijk is, hè, want dat was het 8 jaar geleden wel. Maar inmiddels is het gewoon de App Store, dat weet iedereen te vinden. Je downloadt een appje, die mag je in een week of een maand gratis gebruiken. En bevalt die, dan betaal je 2 euro per maand. Nou, het is wel iets genuanceerder dan dat. Het is wat journalisten eruit pakken, hè, dat wat slecht is, wat fout gaat. Maar in de campagne wordt ook verteld, inderdaad, VPN is belangrijk. Ja. Of als je dan zo nodig moet, hè, als je dan iets gaat surfen of wat dan ook, kan nog wel. Maar ga geen inlog dingen doen. Staat ook op de website veiliginternetten.nl, waar we de tweede helft over gaan hebben. Nou, ik vind het in ieder geval tof dat je je verhaal wilde doen. Hè? Je stelt je toch kwetsbaar op. En als ik dat zo hoor, VPN als unique selling point, nou, daar wordt de ondernemer wel rijk van, denk ik. Dankjewel. Okay. Nico Dammers. Dankjewel. Goed. Wordt er nog een beetje getwitterd, dames en heren? Je moet natuurlijk eerst op een VPN inloggen. Dat duurt dan altijd even. Ja. Dan ga de camera is afgeplakt. Ja, kent u dat? Zo. Dat je wifi dingen, is niet voor mezelf hoor, maar dan, als mijn dochter zit, te weet ik veel wat. Hè. Jan, er ligt een kip in het water. Ja, dat was hem. Goed, nou hier hadden we de PowerPoint. Gaan we nog eens eventjes kijken naar, hier hebben we de favorites. Nog steeds online? Ja, oké. Okay. Je staat er al op. Ja, mooi. Hé, hey, André Koot, ben je er ook? Ja, of die twittert van buiten mee. Oh, dat is hartstikke leuk. Awareness is het probleem niet. Draagvlak, budget en een voorbeeldfunctie op directieniveau. Daar mankeert het aan. Ja, dat hoor je wel vaker ook de consultancies zeggen. Hè? Bijvoorbeeld Deloitte of KPMG. Die gaan dan niet naar de IT-consultants toe, maar die gaan naar de board. En die zeggen daarvan, hé, jongens, security, weet je wel, kost je geld. Hetzelfde geldt voor privacy. Als het niet vanuit de board wordt gedragen dat het belangrijk is om goed en verantwoordelijk om te gaan met persoonsgegevens van klanten, gaat het niet vliegen binnen de organisatie, want dan gaat de cultuur niet veranderen. Nee, maar dan moet een keer flink misgaan en dan zegt hij, wat had kunnen gebeuren, die man op het matje. En die zegt, ik waarschuw al jaren dat... Datalekken helpt altijd. Ja, inderdaad, je moet eigenlijk een incident hebben. Wantrouwen van publiek over privacy, groter jegens overheid dan, dat was dus in de straatinterviews, hè. Het is natuurlijk, in het publieksonderzoek was het iets genuanceerder, maar inderdaad, de wantrouwen naar de overheid was iets meer. Er zijn natuurlijk ook een hoop incidenten geweest. Hè?
Nou, dat is misschien ook een ander belangrijk verschil. Bij de overheid heb je geen keuze. Hè? Dat is ook een probleem. Bij een bedrijf, als je het verkloot, dan kun je naar een ander bedrijf. Nou, ik denk dat daarom misschien ook wel mensen meer bereid zijn om hun gegevens aan bedrijven te geven. Want ze weten, als het bedrijf slecht met mijn gegevens omgaan, dan gaan ze failliet of dan raken ze klanten kwijt. Dus dat zullen ze wel weten. Dus daar zullen mijn gegevens wel veilig zijn. Terwijl we hebben natuurlijk een aantal incidenten bij de overheid gehad in recente jaren. Waardoor je inderdaad wel kan afvragen, is dat wel de beste plek om je gegevens te stallen? Maar het heeft wel gewerkt. Je hebt een ander incident nodig. Nieuw woord geleerd, privacy officer. Wist u dat nog niet? Daar wordt steeds meer gebruikt. Volgens VNO-NCW gaan we er 25.000 nodig hebben als de verordening er is. Dus als u nog een baan zoekt, dan... Word privacy officer. Word privacy officer. En dan kom je ook nog eens een keertje bij TikTok. Nou, we hebben nog meer Twitter. Ik zou zeggen, dames en heren, twittert u vooral even flink door. Dit was de eerste helft over het privacyonderzoek. Straks in de tweede helft gaan we het hebben over veiliginternetten.nl. Nog iemand een opmerking, theorieën, wat dan ook? Of willen we allemaal gewoon hard naar de bar toe? Doen we het aan het einde. Oké, daar hebben we een hartelijk applaus voor. Bart Schermer. Dank je wel.